Ik ben Sietse. Ik zit nu in het tweede jaar van toegepaste psychologie. En ik ben nu bij de buurtcampus in Nieuw-West, waar ik vorig jaar stage heb gelopen bij de keukentafel. Nou, bij de keukentafel is het idee dat je echt bij mensen thuis komt, waar je dan bijles gaat geven aan een kindje van groep 3, 4 of 5. En het idee is dan om op spelender wijs iets van de schoolvaardigheid bij te spijkeren, zeg maar. En het belangrijkste daarbij is ook nog dat je de ouder daarbij gaat betrekken. Ja, ik vond de ervaring om hier bij de buurtcampus stage te lopen onwijs leuk, omdat je dus heel veel mensen vanuit verschillende opleidingen, verschillende achtergronden. Ik vond het eerst best wel spannend om hierin te beginnen, omdat ik zelf ook queer ben. En er is best wel een vooroordeel over Nieuw-West, in hoeverre dat wel en niet geaccepteerd wordt. Maar ik heb eigenlijk gemerkt dat ik net zo mens was als de rest van mijn medestagiairs, zeg maar. En om dan vanuit verschillende invalshoeken daar te werk te gaan met elkaar is eigenlijk heel leuk. Maar het is ook juist mooi om toch in contact te blijven staan met mensen die bijvoorbeeld of geen opleiding hebben gedaan of juist hoger opgeleid zijn dan jij. Of misschien de taal überhaupt nauwelijks spreken. En dat we allemaal uiteindelijk gelijk zijn. En als we elkaar op die manier zien en behandelen, dan denk ik dat we iedereen een stuk dichter bij elkaar kunnen brengen.